Welkom bij Serenantori. Gepensioneerden hebben het moeilijk, hebben wij begrepen. Vandaar we dus vandaag staan voor het gebouw van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst om een gesprek te voeren met de waarnemend voorzitter, de heer Roy Sparkslede. Welkom erbij, meneer Sparkslede. U bent dus de voorzitter van BBGO. Wat is het doel van de BBGO eigenlijk? Ik ben eigenlijk waarnemend voorzitter. Mevrouw Wouden, die was de voorzitter, die is komen te overlijden in maart 2023. En je kan die organisatie niet zo laten. En zij en ik waren constant, ik was de penningmeester van de organisatie toen zij voorzitter was. Dus had ze me vooruitlopend, voordat ze zou gaan, heen zou gaan, gevraagd van... dat we dat ding overnemen. Ze zag de potentie erin, dus ze heeft me gevraagd. Ze zei, oké, is goed. Want je kan die organisatie niet zo laten. Nou, BBGO betekent Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst. Dus we gaan meer voor de gepensioneerden die bij de overheid werkzaam waren en nu gepensioneerd zijn. Dus wij zijn geen bond dat we cao's en die dingen gaan tekenen. We zijn zuiver bezig om op te komen voor het belang waar eventueel het SZF problemen met de mensen heeft. Dan listen we de dingen. Dan vragen we een gesprek aan met de directeur een staatsziekenfonds om in elk geval de zaken vooruit te brengen. Dus het belang van wij behartigen dat belang, hun belang, ambtenaren. Maar het belang van die ambtenaren alleen behartig je niet, want er zijn leden en de mensen zijn vrijwillig om lid te worden van de organisatie. En je hebt een groter deel dat geen lid is, maar wanneer we opkomen voor het belang, dan komen we voor die totaliteit op. Iedereen die ambtenaar is geweest en gepensioneerd is, die valt ook in datgene wat wij eigenlijk... overeen zijn gekomen met die overheid. Of hebben afgedongen met de overheid. Dat is eigenlijk de organisatie. Oké. En met welke problemen zitten de gepensioneerde ambtenaren momenteel? Ik moet zuchten. Ze zijn veel. Heel veel. Hun probleem ligt verschillend. Bij SZF zit het. Het financiële gedeelte. Het medisch gedeelte, ik zeg SZF, maar het totaal medisch pakket van de ambtenaren is erg slecht. Ik hoorde net weer een ander probleem voor van een andere gepensioneerde. Dus het is omvattend, het is veelzijdig. En je weet soms ook niet waar je moet beginnen. Omdat de dingen zo op je afkomen bij de organisatie. En dan moeten wij contact proberen te maken met die overheid. Want ze zijn ambtenaren geweest om problemen van de mensen op een of andere manier op te lossen. Maar het is verschillend. Het is financieel, medisch, noem maar op. Zodra je het maar de prijzen, dus dat gaat meer om het financieel gedeelte. En ze hebben het moeilijk. Goed moeilijk. Toch, ze komen niet uit. Ik hoorde recent, vandaag nog, kregen we een lid van ons waarbij hij aangeeft van dat hij naar de dokter is gegaan. En dat hij moet bloed krijgen, maar er is niet genoeg. Hij moet morgen weer gaan. Dus zo heb je verschillende dingen. Ze gaan bij de apotheek. Ze moeten betalen voor die medicatie en dan moeten ze gaan restitueren. Dus het is vreselijk verschillend. En je vraagt je af van, is dat datgene wat seniorenburgers overkomt in het land? Ja. U zei zo net dat de gepensioneerden niet uitkomen. Ik neem aan financieel. Hoeveel zouden de gepensioneerden om en bij uitgekeerd moeten krijgen om dan wel uit te komen? Ja, volgens de organisatie hebben we het zo'n beetje bekeken. En als de mensen hun AFV krijgen en een 1800, is het nauwelijks. Wij gaan ervan uit van om de elektriciteit is verhoogd, water is verhoogd, medicatie is verhoogd, waarbij de mensen zelf voor hun medicatie soms moeten betalen.
De SZF geeft een deel en de mensen moeten zelf inkomen. Ongeveer een 15 tot 20.000 dat men zou moeten ontvangen om in elk geval te leven in deze gemeenschap, vooral nu. Als je kijkt naar een bepaling in een van de wetten dat je over de pensioenen geen belasting hoeft te betalen, dan is het totaal fout, voorzitter. Pensioenen zijn inkomsten en op alle inkomsten moet je belasting betalen. Er is recentelijk een uitspraak gedaan in DNA. Als ik het goed heb, was dat DNA-lid Parmisser. Die zei dat over het pensioen ook belasting betaald moet worden. Wat vindt u daarvan? Nou, in onze jongere jaren, toen wij in elk geval werkten, hebben we belasting betaald. Toch? Het is ook datzelfde ook bij SZF dat we hebben betaald. Toen wij actief dienend waren, hebben wij zowel belasting als een SZF betaald. En als je nu ervan uitgaat om belasting te betalen voor de senioren, maar waarvoor moeten we zo'n soort belasting moeten betalen? Toch? Ik vraag me af waarom juist moeten wij eigenlijk ontziend worden van al deze activiteiten die die overheid nu aangeeft om te betalen? Toch? Want we hebben in de seniorenburgers hebben, dat ik zeg, van in hun tijd dat zij actief waren. Want zij hebben een bijdrage geleverd dat nu diezelfde mensen die de dingen uit schreeuwen, hebben zij geplaveid dat zij nu komen genieten daarvan. En daarom vraag ik ook af van, we praten over een oil and gas, maar die seniorenburger zal er niet van genieten. Omdat, nu zijn ze 60, wanneer zal dat zaakje zich gaan exploiteren? Dus misschien over 4-5 jaren. Dan zijn ze er niet meer. Maar zij hebben de straten gemaakt. Zij hebben bijdrage geleverd dat we nu kunnen praten van oil en gas. Dus ik weet niet in hoeverre in de toekomst men zal nadenken om te zeggen van dat we... Want ik hoor van hoe mensen nu bijna 500 Amerikaanse dollar... Iedereen kan dat verdienen wanneer oil en gas zo ver is. Dan wat gebeurt met de seniorenburgers die nu zijn? En over de jaren dat oil en gas daadwerkelijk van de grond komt, met hun gebeurt. Want dan zullen ze ook moeten profiteren van datgene wat zich nu afspeelt. Dus belasting betalen, dat is absurd. Het gaat niet kunnen. Dat wordt wel een beetje moeilijk. Toch? Want de offers die we hebben gebracht in het verleden zijn de drijfveer voor de mensen die er nu zijn. Juist moeten we meer ontvangen dan dat we moeten uitgeven. Dus daarom. Er werd ook beargumenteerd dat er over de pensioen belasting betaald moet worden, omdat dat ook een bron van inkomsten is. Vindt u deze opmerking terecht? Nee, helemaal niet. Dus ik kan me dat eventjes niet voorstellen dat... Het is een inkomen, maar noemt men een inkomen? Datgene wat men aan de seniorenburgers geeft? Het lijkt op een soort toelage dat men krijgt. Want het is geen inkomen dat je ervan kan wonen, leven. Je kan niet met datgene wat men geeft, leven. En daarom zeggen we vaak, we vinden het erg dat de seniorenburgers op deze manier, zo'n manier worden behandeld. Toch? Want... We eigenlijk zou het beter moeten zijn voor de seniorenburgers. Als seniorenburgers in deze tijd moet je... Ik zeg niet dat je in een hobbelstoel moet gaan zitten, maar je moet geen krasheden hebben. Alleen maar problemen. Seniorenburgers hebben een probleem. De straat kunnen ze niet op, want ze tuimelen in de straten van Suriname. Dus ze blijven thuis. We hebben ook een organisatie hier. Elke dag is er een andere activiteit in onze... centrum. Maar het is af gaan nemen. Omdat ze kunnen de bus niet betalen en de kinderen brachten de mensen om 's morgens hier om een activiteit te ontplooien, kaart te spelen, gymnastiek, zang, koor. Maar de kinderen hebben het ook moeilijk, dus mama zal thuis blijven. Want meestal zijn het vrouwen die in deze activiteiten. Dus het is gaan afnemen. Omdat die vrouw gaat ook geen bus betalen, kan geen bus betalen om hier te komen. En de kinderen kunnen het ook niet meer permitteren om hun moeder 's morgens te zetten om 's middags weer te halen om verder te gaan.
Dus wij zouden geen enkele uitgave kunnen doen op basis van datgene wat men pensioen noemt. Hartelijk dank, meneer Sparkslid. Graag gedaan. Ik sta hier met... Eline Pleisner, docente van het ACI. Mevrouw Pleisner, u bent ook ambtenaar geweest en u bent nu gepensioneerd. Komt u uit met het pensioen? Ik kom helemaal niet uit, vooral wat licht betreft. Want ik ben alleen, ik ben alleenstaande vrouw nu. En ik betaal 700 zoveel aan licht. Dat kan toch niet? En ik heb enkel een kapotte radio. Een radio die het half doet. En ik heb niets anders. Ik heb ze wel gevraagd om even een huisbezoek te komen doen. Om te kijken wat ik allemaal in dat huis heb aan dingen die... Bijvoorbeeld een rice cooker heb ik niet. Televisie heb ik niet. En andere spullen heb ik ook niet. Enkel een radio. Hey, want ik ben 85 jaar oud. Hoeveel zou je minimaal uitgekeerd moeten krijgen om uit te komen eind van de maand? Ja, zou ik niet weten hoor, hoeveel ik eigenlijk moet, maar een behoorlijk bedrag. Weet je, want je moet zoveel betalen. Ik ben wel in mijn eigen huis, ik bedoel, ik hoef geen huur te betalen. Maar licht, water, telefoon, dat allemaal, weet je, moet ik betalen iedere maand. Heeft u misschien een inschatting die je kunt maken, een inschatting? Met die drie dingen die ik moet betalen? Ja, is ongeveer al 600-700. Want verleden heb ik 785 moeten betalen voor licht. Toch? Is al in de 1000. Dan moet ik nog telefoon betalen. 700, soms 1000 gulden. Waarvoor moet ik nog betalen? Licht, water, telefoon. Het komt op de 5, 7, 8 duizend terecht. En als je een klein salaris ontvangt van bijvoorbeeld 8000... Hoeveel blijft over? Je moet eten, je moet drinken, alles wordt duurder. Niemand komt uit. En de armen worden armer en de rijken worden rijker. Er wordt gezegd dat er nu ook over de gepensioneerden, of ja, het pensioen, dat er ook belasting betaald moet worden. Wat vindt u daarvan? Ik vind het erg. Want vanaf we beginnen te werken, hebben we belasting betaald. Vanaf het begin hebben we altijd belasting betaald. En waarom moeten we nu de oude mensen, de oudere mensen, waarom moeten ze nu belasting betalen? Het geld is al niets. Zou je misschien een oproep willen doen? Ja, ik zou een oproep willen doen aan degene die bepalen om ons vrij te laten van belasting. Want we zijn de ouderen, toch? Wij hebben het land als het ware opgebouwd. We zijn de eerste, toch? Laten de jongeren belasting betalen, toch? Maar de ouderen kunnen geen belasting meer betalen. Er wordt zoveel belasting van de ministers en weet ik veel wie ingehouden. Waarom moeten ze van ons ook houden? Wij arme mensen, toch? Dus dat wil ik vragen. Dank u wel. Dat waren dus de meningen van de waarnemend voorzitter en de burger die we hebben geïnterviewd. Heeft u misschien vragen of opmerkingen, kunt u gerust een WhatsApp berichtje sturen naar het nummer 8485816. Vergeet ons niet te volgen op Facebook, YouTube en TikTok en dan zie ik je de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sranantori. Sranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.